Mijn beste packs tot nu toe. We zijn nu 3 dagen onderweg in EAFC 24. En ik heb al behoorlijk wat packs geopend. Je kan het nu rechtsboven in beeld zien. Ik heb echt heel veel FIFA-punten om uit te geven. Ontzettend veel. En ik laat je zien wat ik nu in deze 3 dagen, in die 72 uur, wat mijn beste packs waren. 2 keer een dubbele walkout. Dus dat 2 spelers tegelijk uitkomen. En nog wat andere heerlijke spelers. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer zeker even op mijn YouTube-kanaal. Meer dan de helft van de kijkers is niet geabonneerd. Doe het even. Ik wil richting 120.000 abonnees. En het allerbelangrijkste, je kan nog steeds meedoen met de PS5 giveaway. Het enige wat je hoeft te doen is mij te volgen op Instagram. Kijk, ik ben heel erg blij hier. Tag 2 vrienden onder mijn post. Meld je aan op de Start Select nieuwsbrief. En dan kan jij deze disc editie, de duurste dus, winnen. Winnaar krijgt volgende week maandag als het goed is een mail. PS5 wordt dus mede mogelijk gemaakt door Start Select. Vergeet dus ook zeker even niet om jouw FIFA te goed, de EAFC 24 te goed, te kopen bij Start Select. Want als je mijn naam Pasky gebruikt, krijg jij dus extra korting op je aankoop. Je ziet trouwens die giveaway ook nog staan. Hier vul je dan je e-mail in. Maar hier kan je dus in de store alles kopen. Ik werk al jaren met Start Select samen. En om dat te vieren gaan we dus dit jaar flink knallen. Oké, dat was de intro. We gaan nu de beste packs erbij pakken. Ik heb ze niet allemaal opgeslagen, maar we gaan er heel veel erbij pakken. We gaan het dus zien. In het begin kon ik alleen deze pakketten openen. En ja, dat was zonde. Dit was volgens mij mijn eerste 84 rated die we konden verkopen. Dit was De Paul. Ik wist ook niet zo goed wat spelers waard waren. Dit was mijn eerste 84 rated, dus ja, klaar me op. En in deze pack, volgens mij packte ik hier mijn allereerste, ja, in vorm heet dat dan. Kroatië. Kam. Het is Fortuna Sittard. En ik dacht eerst van, what the fuck is dit, weet je. Maar ja, deze gast is echt goed. Toevallig is er nog een docu over hem gezien. Heel kort. Maar goed, mijn eerste in vorm. Zo ziet dus die animatie er ook uit. Toen, de volgende pack. België, spits. Ja, dan weet je over wie we het hebben. De man met 3 benen, Lukaku. En nogmaals, dit zijn echt allemaal pakketten dus die je gewoon standaard koopt. Die premium goudpakketten. Die zijn eigenlijk, zeg ik altijd al jaren, best wel fijn. Ja, je had heel veel dingen die je gewoon kon quicksellen. En af en toe zit er best wel een leuk spelletje binnen. Zoals Thiago. Ja, het is niet denderend of zo. Maar goed, het tikte op dat moment even aan. En eerste echte, ja, speler die ik voor een lekker bedrag kon verkopen was, ja, het is niet Reece James. Maar het is die andere James. Ook rechtsback, ook van Chelsea. 83 rated, maar die ging voor een lekker bedrag weg. Volgens mij toen voor 25k of zo. Maar goed, daar ben je echt heel erg tevreden mee. We gaan straks ook naar de lijpere pakketten. Zoals die 100k pakket en zo. Dit was weer Thiago volgens mij. Die packte ik echt gelijk weer achter die andere. Hier packten we volgens mij weer een vrouw. Deze ging ook wel voor een redelijk bedrag toen gelijk in het begin weg. Ja, ze heet Dudek. Het zou zo de dochter van kunnen zijn, maar volgens mij is dat het niet. Ja, en je packt gewoon veel vrouwen, weet je. Hier zie je spits, hier zie je Arsenal. En dan denk je, welke spits van Arsenal? Maar ja, Rousseau, oké. Deze ging ook nog voor een prima bedrag weg. Ja, hier zijn nog steeds bezig met die premium goudpakketten. Ik weet niet wie dit is. Spaans, CM. Pakken we weer volgens mij Thiago. Ja, dat was zeg maar de speler die we volgens mij 5-6 keer hebben gepakt. En nu komt een van mijn betere packs die ik op dat moment had. Ik heb hem toen verkocht volgens mij voor 45k of zo. Volgens mij is die daarna gezakt. Maar ja, Di Lorenzo is wel een van de betere rechtsbacks, denk ik, uit de Italiaanse competitie. En dan hadden we ook nog Hernandez erachter. Dus dat was zo lekker. Dit was een echt goed premium goudpakketje. Ja, en we bleven gewoon ook weer ja, spelerspack waarvan ik dacht eerst linksachter Italië, Juventus. Maar ja, dan vergeet je even dat het natuurlijk vrouwen zijn. Weer een 84 rated vrouw. Dit was mijn eerste echte duurdere pack. Hier kwamen de premium goud spelerspakketten. Die zijn dus 350 EAFC punten waard. En dit was, even kijken, Grimaldo. Ja, ook een prima pakketje. Hier weer het gouden spelerspakket. En het is een Engelsman. Het is een rechtsachter. En dan denk je, we hebben misschien Walker. Maar het is helaas Trippier. Oké, ging ook nog redelijk weg. Omdat die SBC's toen ook net uitkwamen. Volgende pakket. Nederland. Centrale aanvallen. En dan denk je natuurlijk aan één man. Memphis Depay. Volgende pakket. Frans. Centrale verdediger. Lyon. En dit was mijn hoogst gereden pakket tot nu toe. Renard. Iedereen kent haar denk ik wel. Tenminste, ik herkende haar wel. Ik wist wie het was. Mertens er ook bij. Maar zij, ja, zij ging voor 6k weg op dat moment. Ik heb haar gelukkig nog bewaard tot de SPC's uitkwamen. Toen ging ze voor een kleine 18k weg. Was nog niet heel veel, maar 88 reden.
6k in het begin. Hier waren weer die promopakket, premium goud, pakket Frans, centrale middenvelder, Juventus. En dit is een lekker kaartje. Ik heb al best veel met deze speler gespeeld. Rabiot heeft eigenlijk alles. Is groot, is fysiek, kan verdedigen, is snel. Eigenlijk een alles kunnen. Ik denk dat als hij meerdere kaartjes gaat krijgen, ja, dat gaat een van de betere spelers worden op het middenveld. Echt een hele fijne kaart om mee te spelen. En hij kost slechts 10k op dit moment. 10k. Oké, hier weer. Spits. Lyon. Nou, en wat voor een spitsen van Frankrijk ga je dan denken. Het is Le Sommer. Weer een vrouw, weer een 84 rated. Hier openen we een zeldzaam spelerspakket. En dat was Duits. Rechts midden. Bayern. Nou, dan weten we over wie we het hebben. Dan is het Serge Gnabry. Hier pakken we centrale verdediger. Paris Saint-Germain. Het is geen Kimpembe. Dat ga je echt zo vaak hebben dat je denkt, oh, dit is Kimpembe of wat dan ook. Is het die vette Hernandez? Hier openen we weer een premium gouden spelerspakket. Ik moet zeggen, sinds we die pakketten in de promo's, ik wacht eigenlijk nu ook tot 7 uur tot die promo's uitkomen. Hier pakken we Bernardo Silva, 88 rated. Het is jammer dat zijn pace ja, niet iets beter is, want ja, zijn stats zijn op zich best wel goed. Als hij gewoon iets meer pace had, dan had je hem echt nog wel kunnen gebruiken. Maar goed, 88 reden te achter nog ja, wat discard spelers. Die zijn eigenlijk niet zoveel waard, die 83ers. Maar ik merk dus wel dat als ik tot 7 uur wacht, zoals vanavond ook. Ik wacht tot 7 uur, dan open ik die packs. Want die premium goud spelerspakketten, ze zijn lekker in het begin om even wat coins te verzamelen. Maar de backluck daaruit is wel, is wel heel slecht. Dus lekker voor de contracten en dat soort dingen, daar hoef je daar in ieder geval niet meer naar om te kijken. Volgende pakket, die was ook weer 350. Dat is zo'n premium spelerspakket. Een goalkeeper. En dan denk je Washington Spirit. Wie de fuck is dit? Ja, ik weet het nu nog steeds niet, maar het is Kingsbury. Daarachter zat Havertz. En het is op dit moment echt zo, de spelers, joh. Die 88 rates zijn, die zijn gewoon niks waard. Hier ook weer een nieuw pakketje gekocht. Duits, centrale middenvelder, Real Madrid. En dan hebben we het over niemand minder dan Kroos. Ja, dat is echt. Ja, hier kan je eigenlijk heel weinig mee. 60 rate is niks waard op dit moment. Eriksen nog erachter. Het was op zich een goed pakketje. Veel hoge 83ers. En nu gaan we naar mijn allerbeste pakket toe. Ik heb helaas de clip voor de helft kunnen opnemen. Dus we stromen halverwege in. We zien Lyon. We zagen een rechtsbuiten. En ik dacht, rechtsbuiten Lyon. 89 rated. Diani. En dit is een hele dure speler. Deze ging voor 150 of 160k weg. Kijk, ze houdt ook nog van golven. Fantastische vrouw. Daarachter ook nog Grealish. Die Claudio Pina. Dit was een heel lekker pakketje. Dit was een pakketje die ik dus uiteindelijk 160, 170k waard was. Zij is nu op dit moment zie ik 180k waard. 4-4. Vrouwen zijn echt goed. Ik ga het in een video deze week nog even laten zien. Ik speelde gisteren tegen zo'n spits. Hij heeft dan blauw haar van Barcelona. Ik kan het bijna niet dekken. Het is zo beweegbaar. Bewegelijk, hoe je het ook wilt noemen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel nu met Haaland al gespeeld. Vorig jaar vond ik hem wel heel goed. Maar ik twijfel een beetje. Want hij is iets te lomp misschien. Kleine dames die allemaal 1,68 zijn. Die glijden echt door de verdediging. Dat is echt is niet te dekken. Sowieso is het spel heel moeilijk. Hier kocht ik het basis start pakket. Dat is een pakket, daar krijg je ook nog leenspelers. Duits, Kam. Ja, dat is niet heel erg boeiend uiteindelijk. Het is Bayern München en dan hebben we het over Müller. Oké, gaan we nu naar een van de grootste en duurste pakketten die ik heb gekocht. 2000, ja, EAFC punten noem ik het dan maar. Ik kocht hem en dit is uiteindelijk een prima pakket. Volgens mij is dit mijn eerste dubbele walkout. We pakken namelijk Gundogan en Bruno Fernandes. En vooral Bruno Fernandes is echt prima. Die kan je echt goed in de basis zetten. 88 redelijk, 71 pace. Als de pace misschien ietsje hoger was, dan was het echt een topkaart. Alleen, ja, hij is net, ja, misschien net iets te slow. Maar ik vind het best wel meevallen als je met hem speelt. Dit was echt een goed pakketje. Enige nadeel is, alles is untradable. Dus je moet er maar mee dealen. Die pakte volgens mij weer een vrouw, Spaans, Barcelona, 84 rated. Rechtsachter trouwens. Hier volgens mij weer Italië, linksachter. Ja, op een gegeven moment wist ik het wel van, ja, dit is een man of een vrouw. Want ja, je weet op een gegeven moment als bepaalde landen op posities komen, ja, normaal zou je het al weten. Hier kopen we een top gouden spelerspakket en pakken we een Duitser centraal verdediger middenveld. Oh ja, hier pakken we Kimmich. Ook helaas, ja, een beetje een lekker pace, waardoor hij maar 70 is. Wel een walkout. Alleen, ja, volgens mij heb ik hem toen ook voor een SPC gebruikt. Ja, het is gewoon niks waard op dat moment. Volgende pakket, het Elite Starterspakket. Of startpakket. Het duurste pakket dat ik tot nu toe heb geopend. 3000 EAFC punten. Maar het werd wel beloond. Barcelona, centrale middenvelder, Nederlander. En weer een dubbele walkout. Weer die Bruno Fernandes.
en Frenkie de Jong. Maar ik was eigenlijk wel heel erg blij met Frenkie de Jong. Die kan lekker namelijk in de basis. Hele goede stats. Lekker snel. En dit zat er ook nog achter. Dit was ook een prima pakketje. Wel allemaal dus untradable. Maar goed, ik heb de coins natuurlijk om dit te gebruiken. En ik kan ze gebruiken voor ja, bepaalde SBC's. Hier zie je dus nog de dubbele spelers. En ik heb dus nog best veel spelers op de transferlijst. Alleen je ziet het dus. Deze spelers kan je dus niet listen. Ze zijn 2700 startbot. Of ja, startprijs moet ik dan eigenlijk zeggen. En ik heb er best veel van. Die kan er eigenlijk niks mee. Al die 83 rated spelers. Ja, je kan er eigenlijk vrij weinig mee. Oké, dames en heren. Dit waren tot nu toe in, ja, 3 dagen. Ja, het is eigenlijk niet heel denderend. Het zijn niet bizar veel goede spelers die ik heb gepakt. Maar uiteindelijk tikt het wel aan. Ik heb nog heel veel spelers er ook niet in gelaten. Maar ik vond het gewoon leuk om even te laten zien wat je ongeveer gemiddeld pakt. Ik heb denk ik nu 200-300 euro uitgegeven. Het valt wel mee. En mijn team is op zich ook wel best lekker. Mijn team laat ik even morgen zien. Wat ik tot nu toe heb gemaakt. Ik ga nog wat andere content deze week doen. Laat sowieso even weten wat jij zou willen weten. Ik ga nu proberen mijn team samen te stellen. En dat zie je dan morgen of overmorgen in een nieuwe video. Oké, mensen. Geniet van jullie dag. En tot snel. En vergeet niet mee te doen met die PS5 giveaway. Ciao, mensen. Bye-bye.